De stichting Britaliada staat deze dagen volop in de schijnwerpers. Begon het met de minister van Financiën, die aangaf dat het tehuis voor kinderen met een meervoudige beperking geen subsidie nodig had, tot de schenking die verschillende organisaties aan de stichting hebben gedaan. Vandaag was het de beurt aan NV Wise, het digitale entertainmentbedrijf. Zij heeft bij monden van directeur Lloyd Goedhart vanmorgen een symbolische cheque overhandigd aan waarnemend directeur Brian Lalai. We hebben namens Wise een grant aangevraagd bij de Telecom Cable and Telecommunication Association. En die grant is toegewezen voor een bedrag van $1000. Ja. En bij deze wil ik dat aan u overhandigen door middel van deze symbolische cheque. Hallo, dank voor uw medewerking. U ook bedankt. Ja. Ja. En ik hoop dat u het heel goed kunt besteden. Dat kunnen we zeker. Ja. Ik zal maar niet verwijzen naar de media, maar het is een projectgebonden donatie. Dus ik neem aan dat in de verslaglegging ik ook te horen krijg hoe de besteding heeft plaatsgevonden. Uiteraard. Het project inderdaad is gereed. Kennen. Uiteraard. We worden constant bezig gehouden hier, de dames. Ja. Nogmaals, bedankt. U ook heel hartelijk bedankt. Alsjeblieft. Ja. Nou, Wise NV, heel hartelijk dank dat u aan ons heeft gedacht. Zeker in deze tijden. En zoals u al aangeeft, wij kunnen alle projecten die we uitvoeren, daar hebben we een verslaglegging van. En u ontvangt dat ook van ons. Het geld gaan we heel goed besteden, ook namens de bewoners. En, want het komt de bewoners ten goede. Daar doen we het voor. Alles wat wij doen is gericht op de ontwikkeling van onze bewoners. En ik ben ook bijzonder dankbaar, dus nogmaals dank verschuldigd aan Wise NV. Directeur Lalai van Stichting Huizen Britaliada vanmorgen bij het in ontvangst nemen van een symbolische cheque geschonken door NV Wise.